De kosten werden veel hoger dan we dachten. En ik was met Saar in de keuken achter aan het praten hierover, aan dat we tekort kwamen. En hij kreeg wat van het gesprek mee. En ik zag hem nog geen 5 minuten later om de bocht. En Rick die stelde voor om het voor ons voor te schieten. Hoeveel geld heb je uitgeleend? 20.000 euro. En echt, het kwam gewoon... Toen het nodig was, kwam het echt... Godsgeschenk. Ja, echt. Ik wist niet dat Rick dat kon missen. Ik vond het ook een godgeschenk dat ik het kon. Ik wist niet dat ik überhaupt in die positie was. Vandaag wil ik zijn laatste deel betalen. Dan ben ik in ieder geval van het schuld af. Geld lenen aan vrienden is ook altijd een beetje vragen om problemen, toch? Antwoord, het was idealisme.